Jezus is mijn gids. Deze leg ik niet. Deze liever niet. En het is juist wel interessant om te zien wat die mensen denken. Jawel, dat is wel boeiend. Natuurlijk niet. Misschien wordt hij overtuigd, wordt hij ook een, gaat ook geloven in Jezus. Dat moet niet gebeuren. Nee, dat moet niet gebeuren. Het algoritme van Facebook is zo gebouwd dat je eigenlijk alleen maar nieuws voorbij ziet komen van pagina's die je toch al liked. Zo word je dus continu bevestigd in je eigen wereldbeeld. Daarom ga ik er vandaag voor zorgen dat mensen eindelijk eens een keer verder liken dan hun neus lang is. Heb je Facebook? Ja, ik heb Facebook. Ik heb Facebook, ja. Gebruik je dat ook wel eens om nieuws te checken? Ja, best wel vaak eigenlijk. Het is heel ouderwets radio. Wat ouderwets zeg, dat nog bestaat. Dat is het enige wat ik voor nieuws zie. Facebook bepaalt jouw blik op de wereld. Ja, eigenlijk wel. Zit je dan ook heel erg in een bubbel? Ja, maar dat komt meer doordat ik ermee op dak ben. Dat je alleen maar dingen langs ziet komen die binnen jouw groep vallen. Dus pepernoten, marsepein. Ja, en een reis naar Spanje weer. Ja. Ik heb geen bubbelgevoel. Nee. Weet je bijvoorbeeld wat in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland wat er speelt? Of wat PVV'ers denken over de wereld? Nee. Nee, op die manier heb je inderdaad gelijk. Die doe ik altijd ontvrienden en niet meer volgen. Die PVV'ers? Ja. Dat vind ik een beetje storend. Ja, dan blijven dus heel erg in die bubbel. Ja. Zou je dan uit die bubbel willen treden? Ik zou het wel fijn vinden om ook andere dingen te zien op Facebook, ja. Dan heb ik de oplossing, want ik heb hier namelijk de Breaking the Facebook Bubble bak. Ja, dames en heren, de grote Voxpop Breaking the Facebook Bubble bak. Met allemaal random likes, pagina's op Facebook. Ja. En dan mag je er 3 uitpakken en die pagina's die mag/moet je dan liken. Mag moet. Ja, okay. Met de nadruk op moet eigenlijk wel. Ah, god nee. Vladimir Poetin. Een vriend van mij lijkt het ook, dan is het wel prima. Wat voor vriend is dat? Ja. Wat is er? De gemeente Purmerend. Wat kut. Ja, je moet toch een beetje weten wat er allemaal in de gemeente Purmerend gebeurt. Nee, dat vind ik totaal niet relevant voor mijn leven. De SGP. Nee, dat ga ik niet. Nee, geef me een andere op. Jawel. Nee. Je wilt toch uit die Facebook-bubbel? Oké, dan like ik hem en dan unlike ik hem direct weer. Soa Poli Online. Wat kut. Foxpop.nl. Ja, dat is mijn account. Oh, jouw account, ja, die lijkt. Je moet je sowieso liken. Dat is lijk hoor. Nee, dat vind ik nog de allerergste. Denk! Nee, dan krijg ik geen Sinterklaas cadeautjes meer van mijn moeder als ik dit like. Ja, je hebt er alleen maar gekke dingen in zitten. Ah, feminisme is voor iedereen toch niet zo gek? Nee, het is niet heel gek, maar ik bedoel, dit zijn echt dingen die ik normaal. Je hebt wel gelijk, die ik normaal ook nooit tegenkom. Ja, daarom juist. Leven met een stoma. Die doe ik ruilen voor Denk, ja? Dus je like liever leven met een stoma dan Denk? Ja, want dat vind ik op zich wel interessant. Ik heb wel een geldzin in het spel. Je lijkt wel een Hollander, joh. Wij willen over er geld voor hebben. Nou. PVV? Nou, PVV. Op zich is het toch boeiend om te zien wat die gasten van de wereld denken. Tuurlijk niet. Hij zegt al jaren Marokkaan of Turken uit het land. Jullie zijn er nog steeds. Ja. Wil je nou ook uit je Facebook-bubbel breken? Dan moet je even naar Voxpop.nl op Facebook een berichtje achterlaten. En dan krijg je mij ook een suggestie voor een pagina die je moet liken. Helemaal gratis en voor niks. Doei!